Is dat allemaal wel nodig? Wat? Goed nieuws in het hele coronaverhaal. In de supermarkten was er de voorbije dagen ongezien getrek en gedrum. Gaan we ons laten leiden door angst? Wat moeten we doen? Negatief blijven. Je moet ergens aan eten geraken. Waar heb je gelopen? Heb je toilet? Ik wil niet dat de scholen sluiten. Met Wilmes als premier gaan we dat niet doen. Suspendu. De maatregel geldt zeker tot 3 april. De actualiteit heeft ons natuurlijk ingehaald. Is dit allemaal wel nodig? Toon mij uw... Totale radeloosheid. Nee, we gaan niet oppassen. Dat mag dus niet meer. We zijn in een land. Het is heel raar. Ja, quelqu'un qui se trompe. Welkom bij de preek. Mijn naam is Sky en ik heb ook een condoom aan. Welkom, waarde kinderen van het internet, bij deze geïsoleerde aflevering van De Preek. Een show die eigenlijk nog nooit zijn quarantaine heeft verlaten. Het is al even geleden, dus er valt veel te bespreken. Voor eerst is het Vrouwendag geweest en dat zag er zo uit. Het coronavirus. In de United States heeft Joe Biden gewonnen en dat zag er zo uit. Het coronavirus. En in Plankendaal is er een baby-olifantje geboren en dat zag er zo uit. Ons land neemt verre gaande maatregelen. Als het u nu nog niet duidelijk is, we gaan het hebben over de Chinese pest, het vleermuizenvirus, de gele griep. Allemaal namen die ik wel mag gebruiken op YouTube. Normaal gezien kijken wij naar het nieuws, zodat jij het niet hoeft te doen. Maar je zit al 5 weken in quarantaine. Je gaat mij niet vertellen dat je iets beters te doen hebt. Je hebt mij niet nodig om u uit te leggen dat heel deze gekte een complot is van de nieuwe wereldorde om samen met China meer mondmaskers en wc-papier te verkopen. Hoe zei de Deep State dan nu weer? You never want a serious crisis to go to waste. Kissinger en Co. zijn niet de enigen die deze crisis misbruiken voor hun nefaste doeleinden. Wijst deze crisis er niet op dat we toch eigenlijk ook wel dringend nood hebben aan een volwaardige regering? Oh, ik ben volledig akkoord met u. Natuurlijk, de antwoord is zeker en vast ja. Dit is Sophie Wilmès, plaatsvervangende premier van de voormalige regering. En nu ze de macht heeft gegrepen, corona dictator voor het leven. Het federaal parlement keurt zo meteen de wet goed die de regering volmachten geeft om de coronacrisis aan te pakken. In ons systeem moet de regering altijd verantwoording kunnen afleggen aan het parlement, ten einde de tirannie te voorkomen. Je geeft de regering dus best nooit volmacht, en zeker niet als het gaat om een minderheidsregering, gevormd door de liberalen, Vlaams en Franstalig en CD&V. Maar hoe zijn deze zakkenvullers aan de macht kunnen komen? En wel, ze werden geholpen door de andere zakkenvullers. Steun vanuit de oppositie. De aandachtige kijker zal gemerkt hebben dat de twee grootste partijen van Vlaanderen de putsch niet steunen. Alhoewel, de chiefjes van de N-VA waren rap om hun kar te keren. Wij en onze fractie steunen deze bijzondere machtenwet. Dan blijven er enkel nog de uiteinden van het hoefijzer over. Zij zijn kennelijk wakker genoeg om deze rooms-blauwe staatsgreep niet door de vingers te zien. Voor de twee radicale partijen gaan de volmachten veel te ver. Maar zelfs voor het virus werden ze al op veilige afstand gehouden. We zitten dus met een tirannieke minderheid die het voorlopig voor het zeggen heeft. De komende 3 of eventueel 6 maanden... Ha, bij Julius Keizer was zogezegd ook maar voor een jaar. Dit zal, net als de lockdown, herhaaldelijk verlengd worden. En ik ben het nu al beu om orders te krijgen van de Franstalige commandanten. 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog spreken ze nog steeds geen Vlaams. Het is heel moeilijk voor deze persoon. Nu denkt je misschien dat er wat betere dingen zijn om onze aandacht op te richten in deze crisistijden. En je hebt gelijk, ik wil gewoon geïnformeerd zijn. Inderdaad, er is geen precieze wetenschap om te zeggen welke precies aantallen moeten verboden worden. Maar... En dat zal zo niet lukken. Voorts had Tim Verheijden ons gevraagd om de misinformatie onder de loep te nemen, want er wordt nogal wat nepnieuws verspreid. Zoals dit. Hamsteren? Dat is echt niet nodig. Hamsteren is zeker wel nodig. Ook al luisterde iedereen braaf naar Wim de Vilder, heb je maar 1 paranoïde zak nodig om de vicieuze cirkel te starten. Jos koopt 5 paletten wc-papier, er ontstaat een schaarste, Roger ziet dat en hij denkt oei, ik zal maar op al het wc-papier kopen. Als iedereen van de brug springt, zou het wel eens kunnen dat de brug in brand staat. Onze morbide obese minister van Volksgezondheid verspreidt
verspreiden ook fake news, en wel in het Queen's English. The virus in our country is now under control, but the panic is more dangerous than the virus. Dat klopt niet. Er zijn bijna 6000 mensen al gestorven aan het virus en nog niemand aan paniek. Want er zijn uiteindelijk 100 verschillende manieren om uw gat te vegen zonder wc-papier. Zoals het miasma dat ze ogenschijnlijk uit elke pori gutst, verspreiden ze ook deze klucht. Mensen die vanuit Peking komen, die hebben niet meer risico dan u of ik. Ik ga u niet eens uitleggen waarom dat dit niet klopt. Deze aanstormende hartaanval kon niet eens antwoorden op een vraag die letterlijk over haar metier ging. Ontstekingsremmers zoals ibuprofen, die zouden het virus versterken als je die neemt. Klopt dat? Wel, wij raden sowieso voor koorts altijd paracetamol aan. Dat is niet echt een antwoord, maar ik vergeef het haar, want ze werd kortademig. Dit was niet eens COVID-gerelateerd. Het laatste nepnieuws dat mij opviel was dit. Koen Wouters van onze wetenschapsredactie. Ik wil maar gewoon even zeggen, dit is niet Koen Wouters. Dit is Koen Wouters. We blijven binnen. We weten allemaal wat de gevolgen zijn van deze crisis. Blijf in uw kot, zeggen de vette varkens die zelf in een villa met 20 slaapkamers en 40 wc's wonen. Waar bent u zoal mee bezig in uw kot? Omdat de bevolking stilaan depressief wordt, vond de Reierslaan het belangrijk om elke dag het nieuws te eindigen met... met een vrolijke en een positieve noot. Creatief als ze daar zijn, verzamelden ze een hoop filmpjes van het internet en ze noemden dat... filmpjes uit uw kot. Ook al kwam het merendeel van die video's niet eens van Vlamingen. Ik heb heel wat huiveringwekkends gezien. Talentloze aanstellers met te veel tijd en bandbreedte. Kortom, nu denkt elke people dat ze zomaar een preek op het internet kunnen zetten. Maar waar is de rock en roll? En dan zijn er nog de BV's, die nu meer dan ooit aantonen dat het echte talent achter de schermen blijft. De volgende mensen krijgen voor mijn part corona. Kom niet buiten. Blijf thuis, dat is zo belangrijk. When you're down. Ik ga dat voor jullie voorlezen. Tous ensemble. Handjes wassen. Rudy Franks. Wij topsporters supporteren nu voor alle Belgen. En dankbaar zijn aan alle dokters. Dus een applaus voor hen. De keeper heeft mij juist al nog iets herinnerd. Applaus. Elke avond om 8 uur voor onze helden van de zorg. Ik versta dat je eendert wat wilt doen om je beter te voelen. Maar applaus voor mensen die je niet horen is gewoon lawaai. Bijzonder vervelend als je je kwartiertje probeert te verluchten. Je zou haast gaan denken dat de BV's het ergste symptoom zijn. Maar gelukkig zijn er nog de politiekers die mijn tenen steeds gekruld houden. Zo is er Els Ampe, vriend van de show, zelf laatst dit te zeggen. Stop deze lockdownvakantie. Krijg corona, kutkind. Dit is zeker geen vakantie voor dat miljoen tijdelijke werklozen. Els vindt dat alle mensen terug moeten gaan werken, ook al was het haar partijgenoot De Blok die het neo-globalistisch mantra blijf in uw kot lanceerde. Els vindt funny en ze voegde er ook een knap staaltje rekenwerk aan toe. De cijfers. 11.431.000 Belgen. 4.708.000 werkenden voor corona. Nu meer dan 1.268.000 in tijdelijke werkloosheid, plus zelfstandigen die verplicht sluiten en geen andere activiteit hebben. Dus minder dan 30% van de Belgen is aan het werk. Ik heb even mijn TI-83 gepakt om de cijfers te verifiëren. Vreemd genoeg kan ik u zeggen dat ze niet fout is, maar echt heel juist is ze ook niet. Uit haar cijfers blijkt dat geen 50% van de Belgen werkt. En dat is niet zo chockerend als je beseft dat ze ook de gepensioneerden en de arbeidsongeschikten heeft meegeteld. Net als de baby's, de peuters, de kleuters, de kinderen, de jongeren. Of promoot ze misschien kinderarbeid? Doe het gewoon. Ik stel voor dat je iets meer dan 3 boeken leest. Uit een andere politieke hoek kwam ook een iets sympathiekere boodschap. Het is voor mij de gelegenheid om jullie te zeggen dat ik jullie allemaal veel mis. Dit is Roel Hedebdib. Roel Haspengouw is een kopstuk van de extreemlinkse PvdA. Niet dat ze anders zoveel te doen hebben, maar nu heeft hij kennelijk tijd te veel. En dus dacht ik van ja, we gaan proberen misschien een wekelijkse rendezvous te maken met een vlog, hè. Raoul blijft
blijft in zijn kot. Stomme titel. En het is niet eens een vlog. Hij leutert er wat tegen de camera en wisselt af met filmpjes dat hij gevonden heeft op het internet. Vrij origineel. Enfin, wij hebben zijn geleuter voor u samengevat. Solidariteit dat we hebben nu van tijdens de strijd tegen het virus, dat we allemaal keigoed in ons kot blijven. Niet met cash betalen. Als je handen te wassen natuurlijk, moet echt niet gemakkelijk zijn. Als wij gewoon een coronatax zouden inbrengen. Nee, op alles, gij vieze communist. Maar enfin, het was wel een tof huiselijk filmpje. Roel werd op een bepaald moment zelfs onderbroken door zijn kleine. Ça va, Stéphane? De banaan? Allee, een banaan. Hop. En deze ongedisciplineerde kleuter joeg de marxist zelfs naar buiten. Voilà, dan blijft er mij nog een... Dag iedereen, voilà. Zoals je het gehoord hebt, zit ik dus buiten. Hè. Hij had mij bijna overtuigd dat deze politieker een doodnormale mens is. En toen wees mijn redactie mij erop dat er ook een Franstalige versie van zijn YouTube-kanaal bestaat. Je moet erin, j'ai dû sortir, hein. Ga van mijn internet! Als laatste punt voor vandaag wil ik jullie lesgeven. Deze keer hebben we twee gastdocenten van de Universiteit Gent. Dames en heren, ik presenteer u professor De Grove en zijn assistent Christophe Bogen. Zich heil! Oei, daar kunnen we niets mee aanvangen. Tijdens de nacht van 10 op 11 april is de politie binnengevallen bij het dronken tweetal terwijl ze een livestream aan het geven waren. En ik weet niet of dat ze nu nog les kunnen geven. Een hoogleraar en een assistent van de Universiteit Gent nemen ontslag na een omstreden livestream met studenten. Nu valt onze les helemaal in het water. Was er maar een manier om een livestream te zien? De hele hetze was te volgen via YouTube. Hé, maar die site kennen we. Pakt uw pen en papier en let heel goed op. Vandaag leren we wat te doen in het geval dat de politie in uw living staat. Stap 1. Word kwaad en weiger alle medewerkers. Hey, wat is uw probleem eigenlijk? Wat is uw probleem? Nee, ik geef mij die dat is dat. Stap 2. Wanneer de versterking toekomt, houdt u van de domme. Je hebt altijd verplichting voor geïdentificeerd in de politie, dat is al. Ik heb dat nooit geweigerd. Heb ik dat ooit geweigerd? Stap 3. Indien de politie u een prettige avond wenst, dat is het moment dat je de Wereldoorlog 2 belt. Ik ga al een zetten aan. Ja, schattig. Ja. Doei. Ja. Doei. Acht man uitdrukken. Allee. What the fuck. Zich huil. Stap 4. Moest hij tot verdere woordwisseling leiden, dient je uw stem te verheffen alsof dat je net de puberteit hebt bereikt. Wat denkt u dat je hier in iemand zijn huis mensen kunt gaan beledigen zomaar? Stap 5. Als de politie aankondigt dat ze weggaan, is het tijd om hun te bevelen weg te gaan. We gaan weg. Ja, weg, kom eruit. Hey, wat? Iets normaal, maat. Nog een extra tip. Moest je toevallig gerelateerd zijn aan iemand die ook werkzaam is bij de politie, vermeld dat dan ad nauseam. En mijn broer is zelf een agent. Mijn broer is ook een agent. Het interesseert mij niet dat ik broer agent is. Enfin, de professor deed het eigenlijk voornamelijk voor de views. Nee, met 104 views, 137 views. Er zijn 150 studenten aan het kijken. Als dit niet de beste livestream in jaren is, weet ik het ook niet meer. Maar de assistente vond het nodig om een heel volk te gaan beledigen. Dit is typisch Vlaanderen. In plaats van aan te bellen en te zeggen: hey jongens, kan dat een beetje stiller? Nee, we gaan de flikken bellen. Is het typisch Vlaams dat mensen de flikken bellen voor nachtlawaai om 1:30 s'nachts in het midden van een quarantaine? Wat hebben we vandaag geleerd? 1. Sophie Wilmès heeft de macht gegrepen. Donc on grippe la guillotine. 2. Tijd te veel is nog geen creativiteit te veel. 3. Mijn broer is agent. Hartelijk dank om alweer te kijken naar dit besmette showke. Toon hoe solidair je bent en deel deze video met een bejaarde. Ik zie u graag. Ik zie u heel graag. Maar blijf toch maar op een meter afstand. En ik laat u nog met dit. Ik zou zeggen, generiek. We moeten goed begrijpen, mensen bewegen en we nemen het heel op zich mee. Dat is de reden van die maatregelen. Onze niveau mag niet sowieso iets verboden. Wie kan in feite dit maatregelen nemen? Inderdaad,